Deels 17 al. We gaan gewoon vroeg, gaan we gewoon voor het ontbijten. Die, zijn we al aan het vissen? Gaat dat? Kijk eens jongens, het is gelijk al een wedstrijdje vissen. Bij Koda. Hadden we afspraak en net weer naar huis. Nog even nog natte haren van het oogsten. Helemaal top. Wim heeft een grote bal. Genomen. Tot het randje, Wim. Tot het randje. Oh, mooi Oshiba. En nu met een paraplu boven me. Dus dan is het wat mooier zicht. Bijna 40 centimeter. Een Jinrin Kohaku met een uniek patroon. Heel mooi over het hele lichaam. Schone vis. Boss, Yamato Andukitsu. Ja, Yamato? Is, I think so. Oké. Ik hoor net dat het een Yamato Nishiki is. Er zit inderdaad een heel klein beetje zwart op, een heel, heel heldere vis. Kijk, hier is wat je ziet, maar. Daar is hij weer, maar nu met paraplu boven ons. Een mooie Jinrin Hyutsuri. Is toch even beter met paraplu boven je. Oh ja. George Hyutsuri. Ja, daar gaat het zwart nog van ontwikkelen, maar ik vond hem zo. Ziet ze niet vaak en ja, hier zie ik het wel komen. Hier, als het in het midden hier het zwart op komt, helemaal te gek. En de hoofdkoptekening is ook wel mooi en wordt denk ik nog mooier. Shirutsuri, super wit. Met een hele gave verdeling. En let op jongens, dit zijn echt mooie geprijsde vissers. Hè? Helemaal te gek. Deze heb ik denk ik voor iemand gereserveerd. Maar voor alle zekerheid, hij krijgt de code Doitsu. Tansho Sanke. Helemaal goed. Mooi visie. Oh, wat een mooie schone Doitsu Harewake. Mooie verdeling. En dat zie je ook niet vaak. Echt over het hele lichaam mooi geel verdeeld. En ja, echt egaal. Geen oranje vlekken erin. Oh, een driejarige. Nou, deze zijn toch zeker 55 centimeter. Zeker jongens, toch? Ja. Volle vis. Super wit. En ook scherp geprijsd. Voor een driejarige vis echt super scherp geprijsd. Wauw. En Kindai Jinrin Showa. Als Marco niet mee had geweest naar Japan, dan had hij deze gekocht. Maar hij heeft al een visie gekocht in Japan, dus deze mag hij niet meer. Maar het is wel een schitterende vis. Super wit, heel mooi verdeeld. En je kan niet zo heel veel fantasie te hebben om te zien hoe het zwart zich gaat ontwikkelen. En ik zeg het voor Wesley nog een keer, echt een topvisie. Nou, is het ook. Dit is echt een topvis. Een grote, ook echt heel robuust. Je ziet nu nog een heel klein beetje stress op de vis zitten. Maar voor de rest is hij super wit. Hele mooie zwarte tekening gaat hij krijgen. Natuurlijk op de kop zie je dat hier ook al. Grote vissen dit, hè jongens. Vergis je niet. Dit de bol. Hij zit dus eigenlijk bijna van top tot... hij mist 5 centimeter en dan zit hij dwars in de bol. Ja, alsjeblieft. Oh. Een Doitsu Kinshoa. Echt jongen, die geeft wat licht. Topvis bij Konias. Zeker 45 centimeter. En een... ja. Denk ik lastig op de camera te zien, maar hij geeft echt licht jongens. Echt heel mooi. En Doitsu Oshiba. Heel mooi verdeeld. Het donkere nu op het bruine, dat is van het nette jongens. Van in de mudpond. Dus dit wordt
echt heel schoon. Het grijs is al heel schoon. Ik begin gewoon Belgisch schoon. Oh. Schone vis. Kuisvis. En een, ook weer voor Wesley, een top Deutschanke. Vorig jaar had ik een Deutsch Showa hier gekocht. En dit jaar in de prijsrange en dit jaar deze. Mooie Deutsche Showa. Sylvia. Ah, me dood. Maar we hebben ze toch. Evelien, John. Kijk eens even. Jolanda. We hebben ze hoor. De butterflies. Ik ga ze in een bak apart doen, ik weet het niet. Maar ik moet zeggen, ze zijn. Ik heb ze nog weinig met zulke mooie tekeningen gezien. Zoals deze, de Jackie. En Harry Waken. Ook mooi. Dan Shosanke. Kinesuri. Nog een Kujaku. Nog een Kujaku. Dan kunnen we nog niet gaan. Oh, deze is Shui. Deze is Shui. Heb deze Kujaku al gehad. En deze. Ook zo mooi. Helemaal goed.